Bij mij aan tafel is aangeschoven Do Kustes. Zij is projectleider bij het LOC Amsterdam. Mag je zo meteen uitleggen wat het is. En ook nog, het zijn allemaal dames met dubbelfuncties hier, adviseur duurzaam inzetbaarheid bij Flow. Ja, wat is LOC of LOC, hoe zeg je het eigenlijk? Wat doe je daar en hoe lang eigenlijk al? Nou, dankjewel Aukje. Leuk om hier te zijn allereerst. Ja, ik ben projectleider bij LOC. Dat is dat staat voor loopbaanoriëntatie corporaties. Dat is een van de samenwerkingsverbanden, maar dan in het Amsterdamse en omgeving. Mm-hmm. 7 grote woningcorporaties met in totaal 3500 mensen vallen daaronder. Ja, ja. Ja, en ik ga ook even doorklikken, want je kunt... Ja. Iets met die regio's, hoe zit dat precies? Ja, nou, er zijn 12 regio's in Nederland. Ja. En LOC is een van de eerste, behalve Loopbaan Initiatief en Expeditie Loopbaan en samenwerkingscorporaties, zijn we eigenlijk de basis begonnen. Mm-hmm. Het leuke is om te vermelden dat nu regio nummer 13 aansluiten is. En dat betekent dat eigenlijk meer dan de helft van de corporaties in Nederland eigenlijk in een samenwerkingsverband werkt. Oké, okay, ja. Ja, nou, misschien is dat ook wel leuk om, want ik heb een poll daarvoor gevraagd om te kijken welke corporaties zijn welke luisteraars vandaag of kijkers vandaag zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband. Ja, dat is een leuke poll. Ja, ja, zeker. Dus we gaan dus naar die poll. Is jouw organisatie aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband? Is dan de vraag. En ja, terwijl jullie die poll invullen, ja, ben ik eigenlijk ook heel nieuwsgierig van ja, hoe verhoudt nou dat LOC zich dan eigenlijk tot Flow? Ja. Nou ja, het LOC, je mag het allebei zeggen, dat is geen probleem, is eigenlijk 5 jaar geleden begonnen als plek waar een professionalisering van waar de HR-afdeling elkaar eerst altijd al wel wist te vinden, maar waar inmiddels dat een beetje wat steviger is neergezet. Ja. En vooral een plek waar mensen functies konden delen en zich konden inschrijven om loopbaanactiviteiten te doen. En eigenlijk moet je het zo zien dat waar Flow zeg maar het fonds is wat onze branche helpt om medewerkers goed en gemotiveerd en gezond hun werk te laten doen. Die hebben eigenlijk als aanjager gefungeerd destijds om die samenwerking wat steviger neer te zetten. Ja. En zo is dat begonnen met die 3-4 regio's waar ik het net over had. En inmiddels is ongeveer de helft aangesloten bij een regio. Ja, dus het is eigenlijk het succes van Flow dat jullie bestaan. Ja, eigenlijk hebben zij gestimuleerd en misschien zelfs ook wel financieel ondersteund om dat te professionaliseren. Dus om eigenlijk de losse samenwerkingen die er waren al in een wat steviger setting neer te zetten. Ja, ja. Ja, en het voordeel van dat soort manieren van samenwerken, hè, want ik ben het eens met Evelijn dat samenwerken zit een beetje in het DNA van die corporatiemedewerkers. Dat is tweeledig. Aan de ene kant breng je daarmee dat wat Flow te bieden heeft aan tooling veel dichter bij medewerkers en managers en bestuurders en PNO'ers. Maar het is ook ophalen. Hè. Dus je kan wel mooie tools verzinnen. Maar ja, het is fijner als dat komt vanuit de denkkracht en de ontwikkelkracht vanuit die corporaties. Ja, ja. En dat ziet iedereen in, zo te zien. Want op die pollvraag is het antwoord gekomen dat 85% zegt ja, dat hun organisatie is aangesloten bij regionaal samenwerkingsverband. En dus 15% nee. Ja, je kunt je ook afvragen of dat dit bericht dan misschien die corporaties die nog niet zijn aangesloten nog niet heeft bereikt. Dus dan is daar ook nog wel wat veldwerk te verrichten. Ja, je zou eigenlijk willen dat dat 100% is. Dat, nou, je zou willen dat de groep van vandaag verdeeld is over corporatiemedewerkers die al wel en nog niet in een samenwerking zitten. Want ook die mensen hebben recht op deze informatie en inspiratie. Helder, ja. Nou, en hoe werkt dat LOC in de praktijk? Hiervoor werd al even het kansenportaal genoemd. Ja. Nog meer dingen, maar licht toe. Ja, nou wat wel leuk is om te vertellen is dat eigenlijk het voorbeeld vanuit onze eigen regio in Amsterdam is dat het eigenlijk gestart is als een plek waar je vooral een vacatureportaal had. En dat was bij de start van onze samenwerking een van de belangrijkste thema's. En we waren er wel klaar mee om vacatures bij elkaar over de schutting te gooien van joh, kan je eens meekijken? Of dat je tegen medewerkers die wel eens iets anders zouden willen, ze ging zeggen van joh, gooi je cv wel even over de schutting. Dus we wilden vooral dat mensen daar zelf wat meer mee zouden kunnen.
Ja. En niet alleen bij... Kijk, je hebt natuurlijk ook nog het verschil tussen vrijwillige mobiliteit. Mensen die zeggen, ik zou wel eens iets anders willen. Of de mensen die dat met een wat meer verplicht karakter zouden willen. Omdat het werk niet meer past of er boventalligheid speelt. Eigenlijk bij het ontstaan van het LOC zo'n 5 jaar geleden... speelde bij veel van die corporaties reorganisatie. Okay. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. En wij hebben er toen voor gekozen om vooral in te zetten op... dat werken aan je loopbaan heel belangrijk is. En dat je daarin zelf de regie neemt. Mm-hmm. Dit voorbeeld van het vacatureportaal noem ik vooral omdat het is eigenlijk niet zonder slag of stoot gegaan. Mensen moesten zich aanmelden, registreren. En ik weet dat er toen ook wel huivering was over van wat vindt mijn leidinggevende dan van dat ik dat doe? Ja. Of mijn HR-adviseur. En wat nou als ze weten dat ik misschien wel iets anders wil? Dat is gelukkig wel veranderd. Uh-huh. En dat heeft ook wel wat tijd in beslag genomen. En landelijk is dat opgepakt, ook wel met Flow samen... om te kijken van, maar zo'n vacatureportal... dat zouden we niet tot een regio moeten beperken. Dat zouden we breder moeten doen. Ja. Concreet, stel dat je, in Amsterdam of in Zaandam... of in Amstelveen woont en je werkt in Amsterdam... dan is een andere regio naar Noord-Holland of bijvoorbeeld Utrecht... ook heel goed bereikbaar. Ja. Ja. Dus zo hebben we met de regio's van dat moment die er waren en Flow nagedacht over hoe zo'n portal eruit zou moeten zien. Je raadt het al, dat is een beetje de voorloper geweest van wat toen het kansenportaal is gaan heten, waar we het net al over hadden. En het aardige is dus dat dus een plek is waar je factures kan zien. Je kan er meteen op reageren. Je kan een profiel aanmaken. En wordt het veel gebruikt? Ja, er wordt goed gebruikt. Het leuke is dat er begin dit voorjaar een echte 2.0 versie van het kansenportaal is gelanceerd. Met als mooie nieuwigheid dat er nu ook vacatures worden automatisch ingeladen vanuit branches die voor ons mensen ook interessant zijn, zoals bijvoorbeeld gemeentes. Oh, geweldig. Ja, mooie toevoeging. Ja. En is dat alles of doe je nog meer? Ik las ook nog iets over een loopbaanwijzer. Ja, heel goed. Ja, de loopbaanwijzer is al sinds jaar en dag een van de belangrijkere producten of tools die Flow biedt. Een mogelijkheid om in een online testomgeving inzicht te krijgen in je eigen drijfveren, in je talenten enzovoort. Mm-hmm. Maar er werd geconstateerd dat het niet veel werd gebruikt. Of het werd wel gebruikt, maar het werd vaak niet afgemaakt. Okay. En eigenlijk door input vanuit de regio's en corporaties die daar ook nieuwsgierig naar waren, is om een heel lang verhaal kort te maken, eigenlijk een vernieuwde loopbaanwijzer gelanceerd. Ook begin dit jaar. Yeah. Waarbij je veel kortere testen hebt. Dus niet meer 5 uur ploeterend achter een scherm, dan maak je het niet helemaal af, hè? Nee. Maar gewoon binnen 3 kwartier de testen gedaan hebt. Een prachtig rapport, wat je eigenlijk heel goed samen met een loopbaanadviseur kan duiden. Want wat komt daar dan uit? Wat staat daar zitten echt adviezen in over waar je aan zou kunnen werken. En die laat zich heel goed combineren met wat er bijvoorbeeld te koop is of te bestellen, hè, te richten in de... Corporatieacademie aanbod of via Wat doe jij morgen. Ja. Maar ik vind een van de mooiste aspecten van die loopbaanwijzer is dat je 3 keer in gesprek mag met een van de loopbaanadviseurs. En ook die, dat zijn mensen die allemaal geregistreerd zijn en gecertificeerd zijn en aan Flow verbonden zijn. En het aardige is ook, die pool is heel erg aangepakt. Want dat waren eerst 200, een beetje over het land versnipperde, die dan dus niet zo'n heel actieve bestand hadden voor met mensen aan de slag te gaan. Ja, dat is teruggebracht naar 30 professionals, goed opgeleid, goed getraind en dus heel ervaren. Ja. En altijd 4 in je eigen regio of provincie. En heb je dan ook een voorbeeld van iemand die dankzij die loopbaanwijzer weer gewoon mooi op de rit gekomen is? Ja, wat ik er jammer aan vind is dat het eigen regie heel erg gaat over medewerkers mogen dat zelf doen. Maar je moet natuurlijk dan wel nog weer de verhalen terughalen. En dat hoor je niet heel erg vaak. Mm-hmm. Een aantal andere voorbeelden zijn denk ik wel te noemen. Zo zijn een van de... wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat... wat je als corporatie zelf kan doen, moet je vooral zelf doen. Mm-hmm. En wat je samen kan doen, leidt vaak tot van die 1+1=3 situaties. Waar Evelijn het ook eerder over had, hè, dat samenwerken. Heb je dan een voorbeeld van zo'n 1+3 situatie? Ja, je moet je voorstellen, stel dat je corporatie te klein is om zelf een fulltime specialist aan te nemen op een bepaald onderwerp. Mm-hmm. In finance of in data management of op duurzaamheid. Zo zijn er voorbeelden dat er in regio's
zo iemand wordt aangenomen en dan verdeeld over een aantal corporaties. Dus je kan bij verschillende organisaties zijn financiële expertise of wat voor expertise ook inzitten. Ja. Fantastisch. Ja, ja. Een ander voorbeeld kwam vandaag ook even kort op tafel, is dat verhaal met trainees. Hè. Dus daar lopen inmiddels in een aantal regio's al trainee-trajecten, waarbij jong professionals worden binnengehaald en binnen een jaar of twee worden begeleid. En een prachtig voorbeeld zijn om mensen zeg maar aan je te binden en enthousiasme te maken voor je branche. Ja, ja. Ja, ja. En wat doen de regio's nog meer? Nou, een ander leuk voorbeeld is misschien wel ook de stageweek. In een aantal regio's wordt één keer per jaar een stageweek georganiseerd. Dat wil zeggen dat je in die week een dag bijvoorbeeld kan meekijken of het liefst nog meedraaien bij een afdeling, bij een andere organisatie. Mm-hmm. En je ziet dat mensen daar heel geïnspireerd van terugkomen. De laatste stageweken, vooral in een van de verschillende regio's, is ook intersectoraal georganiseerd. Dus dan wat is dat, intersectoraal? Ook nog eens de gelegenheid om bij een andere branche. Dus daar hebben ze ook bijvoorbeeld de veiligheidsregio of de provincie of de gemeente. Dus bij wijze van spreken kun je dan kijken hoe het is om bij de brandweer te werken of zo. Dat is altijd een lichtend voorbeeld. Hè? Ja, mooie brandweer. Willen we allemaal wel een keer. Ja, een soort jongens- of meisjesdroom op die manier waarmaken. Ja. Ja. Nou, en in onze regio hebben we ook wel een aantal keren een leuk voorbeeld gehad van twee mensen die van baan zijn geruild voor een tijdje. Een van de eerste voorbeelden ging om twee medewerkers op het KC, klantcontactcenter, die voor een periode van 4 maanden voor 3 dagen in de week van baan zijn geruild. Echt letterlijk. Voor 3 dagen? Ja. Dus dan werkten ze 3 dagen op hun andere plek en 2 dagen in hun oude baan. Ja, in onze branche wordt heel veel 4 dagen gewerkt. Dus het was één dag nog bij hun oude eigen omgeving om ook daarmee de verbinding te houden. En dan 3 dagen in die andere setting. Ja. Nou ja, je kan je voorstellen dat je daar heel veel ideeën op doet. Snapt wat er misschien in je eigen organisatie anders kan of beter kan. Maar je ook weer weet te waarderen wat er ook weer zo fijn was aan aan je eigen organisatie. En gingen ze na 4 maanden weer terug? Ja. Of, ja? Dus het is niet zo dat ze dachten van, goh, ik wil voortaan altijd 2 banen hebben. Nee, maar het heeft wel, zeker in 1 geval, toegeleid dat die medewerker heeft doorgepakt op die sprong maken. Dit was een soort veilig proefzwemmen ergens. En die heeft uiteindelijk besluit genomen om in een andere corporatie te gaan werken. Okay. Dus dat is een succes geweest. Ja, dus dan zie je echt dat het een hele indrukwekkende, succesvolle tool kan zijn om mensen echt los te weken van hun oude baan. Ja, en het heeft tot wel een ander leuk voorbeeld geleid. Want doordat we dit voorbeeld hebben geëtaleerd in intranetberichten en een nieuwsbrief, waren er 2 managers van een strategieafdeling bij 2 corporaties die zeiden van, hé, maar ja, we hebben allebei een medewerker op de afdeling die je zou gunnen om eens een keer ergens anders te kijken, zonder dat hij daarvoor zijn baan zou hoeven opzeggen. Ja. Zeer gewaardeerde collega's natuurlijk. En die hebben notabene voor 1.5 jaar elkaars baan overgenomen. Ook weer voor 3 dagen in de week om die verbinding met je eigen club wel ook nog te houden. Ja. Dat heeft heel erg geïnspireerd en vernieuwing gebracht en ook weer input voor nieuw werk. Dus. En heb je zelf ook al voor ogen wanneer jij van baan gaat ruilen met iemand? Ja, ik zei dat ik dit lok ook 1 jaar of 2 zou doen bij de verlenging. Oh ja, 4. En nu zitten we richting het 5e jaar. Maar ik kan natuurlijk erop buigen nu dat ik er een rol bij heb genomen. Misschien leuk om daar kort wat over te zeggen. Ja. De helft is ongeveer aangesloten. We hebben het net over gehad. Hè? Over die corporaties bij een regio. Mm-hmm. Dus een heel aantal ook nog niet. En om ook het gedachtegoed van Flow, maar ook alle tools die er beschikbaar zijn dichtbij mensen te brengen die bij die corporaties werken, heeft Flow sinds dit jaar een 5-tal DI-adviseurs. DI is dan duurzaam inzetbaarheid, hè? Ja. Duurzaam inzetbaarheidsadviseurs aangesteld. En ik ben er daar één van. En dat we hebben daar ook een sheet van, volgens mij, van die DI-adviseurs. Ja. Eentje verder nog. En dat betekent dat we met z'n 5 en in mijn geval is dat gewoon voor een aantal uren in de week in de gelegenheid zijn om corporaties te benaderen om te kijken wat ze nodig hebben. Om bijvoorbeeld het gedachtegoed van Flow en de tooling wat dichter bij medewerkers te brengen. Dus dat kan zijn een bijeenkomst voor medewerkers. Dat kan zijn het dichterbij brengen van een spreekuur met loopbaanadviseurs. Hè, die ik net al benoemde, maar wat echt een van de mooiste tools is van Flow. Dat je 3 keer gratis in gesprek mag met een loopbaanadviseur. Geweldig. Gratis. Het is al betaald vanuit je bijdrage, vanuit je salaris en vanuit corporaties. Dan hoef je niet eens je loopbaanontwikkelbudget voor te gebruiken. Nee. Precies, dus doen. Zit ik volgende week bijvoorbeeld in een gesprek met een afvaardiging van de OR om te kijken hoe zij met hun bedoeling dat dichter bij medewerkers gaan brengen. Dat is een hartstikke leuke rol.
Ja, ja, nou ja, je hebt, volgens mij ben je een uitstekend ambassadeur voor dat willen ruilen. En daar hebben we ook een poll over. Want wij zijn, ja, ik ben heel erg benieuwd of hoe dat voor jullie geldt. Hè. Dus zou je zelf een tijdje in een andere organisatie willen werken of willen ruilen van werk? En er zijn dan 4 antwoordmogelijkheden. Namelijk ja, leuk, voor een weekje. Ja, echt, voor een paar maanden, spreek me aan. Nee, dat is niks voor mij. Of nee, hoe moet dat dan met mijn werk? Want ja, we hebben het vaak over, we hebben het al zo druk. Nou ja, welke reden je er ook voor hebt. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie antwoorden. En vul maar in allemaal. En, nou ja, ja, ik ben ook wel, want ik, ja, ik heb inmiddels wel, ja, honderden gesprekken gevoerd met medewerkers die wel iets wilden met hun loopbaan. En het, ja, het aardige is natuurlijk dat als je dan daar eens wat mee wilt en je komt bij je HR-adviseur of bij je leidinggevende, dat het natuurlijk fijn is als dat iemand is die zo'n gedachtegoed ook omarmt. Dus als het gaat over antwoord op die poll, is de vraag, ja, als jij zegt ja, of dat nou is voor een weekje of voor maandenlang, als dat is wat je zelf ook voelt als meerwaarde, ben je beter in staat om daar een medewerker ook mee te besmetten. Waarmee je eigenlijk zegt, niemand van hem mag nee antwoorden. Dus, nou, de praktijk is waarschijnlijk dat er ook wel wat mensen nee zeggen. En ja, je kunt je afvragen in hoeverre je dan wel ook het voorbeeld kunt zijn voor medewerkers. Ja. Maar heb je dan ook een idee van wat dan de belangrijkste belemmering is voor mensen, ja, om dit niet te willen? He, want ondertussen, mag je even over nadenken, stromen de antwoorden binnen. 40% zegt een weekje. 49% zegt een paar maanden. Slechts 2% zegt niks voor mij. En 9% nee, hoe moet het nou met mijn werk? Ja. Nou, dat valt me alleszins mee. Hoewel ik ook die 9 plus 2 nog wel zou willen enthousiasmeren daarvoor. Ja, ik heb wel gezien dat een goed voorbeeld gewoon goed doet volgen. En dat het altijd inspirerend is. Net zoals wij hier onszelf nu eens een keer opnieuw uitvinden in deze setting. Ja. Is het goed om eens ergens anders een kijkje te nemen. En daar zeg je natuurlijk wel iets belangrijks, hè, over dat goede voorbeeld. Hè? Ja. Dus als je het doet als HR-adviseur, ja, ga dan ook vloggen of schrijf er een blogje over. Hè, want dan ben je eigenlijk meteen ook weer ambassadeur van het onderwerp duurzame inzetbaarheid en voortdurende ontwikkeling. Ja. Do, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Ja. En dan gaan wij nu weer een ingewikkelde wissel doen. Nee, ik moet eerst nog even zeggen wat we meenemen voor vandaag. Ik kan echt niet hebben dat we dat overslaan. Oké. Okay. Als je het niet erg vindt. Nee, helemaal prima. Ik vind namelijk echt dat wij als HR-adviseurs of PNO'ers een goed voorbeeld moeten zijn. Hè? Dus dat we ook echt inzicht moeten geven in wat er allemaal is. En help mensen alsjeblieft een beetje door de boom het bos zien. Wees ook inspirerend. Want je bent zelf degene die daar het voorbeeld in kan geven. Nou, dat zegt die poll natuurlijk. Dat we dat met z'n allen blijkbaar zijn. En wat ik ook nog wel een belangrijke toevoeging vind, is verdiep je. Hè? Dat waar Mechtelt het net over had, verdiep je in wat de mensen aan het doen zijn, zodat je ze kunt helpen om daar een stap in te maken. Hartstikke mooi. Kon niet zonder dat. Nee, nou, helemaal goed. Dank je wel, Do.